Ik log aan. Oh, moet het wel goed doen. U ziet dat ik hier op een HTTPS, op een beveiligde verbinding ben. Ik log aan via een website en het moment dat ik ben nu inmiddels al aangelogd. En nu zien we hier op deze desktop dit profiel staan. Ik heb gezien in de attendees dat de mensen van OC ook meeluisteren, Ernest. Zometeen in de referenties komt hij ook nog even voorbij. Ook OC heeft enige tijd gebruik gemaakt van deze omgeving om even te testen hoe dit allemaal werkt. En feitelijk zien wij hier een profiel. En u moet het ongeveer vergelijken met zo'n K240, tussen een K240 en een K260 profiel wat we hier beschikbaar hebben. Op het moment dat ik daarop aanlog, zien we dat de remote desktop gestart wordt. We zien onderin de receiver laden. Ik vraag om toegang. En de desktop is geladen. Ik zie hier al het NX-symbooltje staan. Maar dat gaat Ruud verder doen, want ik ben geen NX-piloot. En Ruud wel. Ik geef hem over aan Ruud. Een goede middag. Michiel, bedankt tot zover voor de presentatie. We zullen je zo meteen nog even terugkrijgen. Wat we in deze demonstratie voornamelijk willen laten zien is gewoon even van hoe werkt NX in de cloud? Hoe zal het zich eigenlijk gedragen? Nou, je ziet al, het starten gaat vrij vloeiend. Als we dan een model gaan openen, een assembly, kleine 3000 parts erin. Deze zul je ook wel gaan openen als je normaal doet met structure only. Het is niet dat je in één keer alle grote assemblies binnen een fractie van een seconde geopend zult hebben. Hij is nog eventjes aan het laden. Kijk, en dan opent hij al de complete assembly netjes in één keer. Je ziet wel dat hij gewoon netjes gewoon laat de performance van het roteren. Ik merk er zelf weinig verschil tussen. Ik heb het flink lopen testen en het is niks onder dan het gewone. Maar ook als we bijvoorbeeld gewoon in componenten willen werken. Make display part bijvoorbeeld. Je wilt een model gaan aanpassen met bijvoorbeeld Singular Technology. Je kunt gewoon normaal je faces selecteren zonder enige moeite. Het preview gaat automatisch ook meteen snel mee. Het werkt eigenlijk naar mijn gevoel gewoon als normaal zou werken. Zo kun je dus ook gewoon een part toevoegen zonder problemen. Assemblies, add component. Heel even checken of we alles exact geladen hebben. Ja. En dan kun je componenten toevoegen. Dan doe ik een klein foutje. Even snel een nieuwe sessie weer openen. He, ook gewoon je load opties. Je kunt ook gewoon alles op structure only zetten. Dat je componenten snel laat. En als je dan vaak zou doen. Componenten zoeken. Ja, als je ziet de dialoogjes werken ook gewoon instant zonder vertragingen. Je kunt ook zoeken. Hij zoekt ook meteen netjes. Geeft aan wat hij gevonden heeft. Je kunt ze openen. Dus dit werkt allemaal netjes instant. Kunnen ze eventjes nog. Open component volume. Assembly. Make display part. Eventueel nog eventjes een true shading. En je ziet dat er wel meer een soort renderingstijl erop zit. En hier performt de omgeving ook gewoon eigenlijk instance. Zonder enige moeite. Selecteren van componenten zal ook geen probleem zijn. Dus je merkt er eigenlijk heel weinig van dat je dus virtueel zit te werken. De componenten, de dialogisch, alles werkt instance. Dus het componentje wil aanpassen. Make work part, Singular Technology erbij.
nu wil het gat verplaatsen. Dan is de chamfer niet meegegaan, maar het verandert allemaal netjes meteen mee. Het gebruiksgemak blijft hetzelfde. Dus eigenlijk gewoon heel kort wat we kunnen laten zien van hoe het werkt. De ervaringen zijn voor ons gewoon heel positief. We merken er heel weinig van. Ik zou hierbij ook het woord weer terug willen geven aan Michiel.